De toekomst van CARICOM is onder de loep genomen. Secretaris-generaal van CARICOM, Dr. Carla Barnett, leverde de tweede Owen Arthur lezing in Bridgetown, Barbados. De lezing onder het thema De toekomst van CARICOM werd georganiseerd door de University of the West Indies Cave Hill Campus, het Sridhar Rampal Center en de Caribbean Development Bank. Dr. Barnett ging in op de belangrijke bijdrage van Owen Arthur aan Caribische integratie en economische ontwikkeling. Ze benadrukte dat de CISME ondersteuning nodig heeft om regionale economische groei en veerkracht te bevorderen. Ze ging ook in op de uitdagingen van de implementatie van de CISME en de impact van COVID-19-pandemie op de regio. De lezing was een oproep tot versterking van de regionale samenwerking en snellere implementatie van economisch beleid om de ontwikkeling te versterken.